Guus Hiddink, een fantastisch initiatief, deze memorial. Hoe bent u benaderd? Hoe komt u hier terecht? Via Robert Eenhoorn. Dat had me al eerder gevraagd in vorig jaar en daarvoor ook. Maar nu ik vrij heb, kan ik hier zijn. Dus Robert Eenhoorn heeft me direct benaderd. En daar ben ik blij om. Ja, wat vindt u ook voor het initiatief? Want er wordt ook veel geld opgehaald, hè, voor de stichting. Ja, nee, dat is natuurlijk als wat oudere mannen kunnen golven. Maar dat is een mooi doel aan verbonden. Dat is natuurlijk alleen maar prijzenswaardig. Kunt u ook goed golfen? Ja, zeker. Nee, ik speel een redelijk balletje. Ja. Ja, hier gaat het natuurlijk eigenlijk om een doel. Maar ik denk dat toch wel onder alle oud sporters veel fanatisme zitten. Klopt. Als je met oude maatjes speelt, dan is het gezellig voor daarna. Maar in de baan gaat het nog wel gaat scherp. Wordt er buiten de baan ook over voetbal veel gesproken? Ja. Want ik kwam hier net ook weer een paar oud scheidsrechters tegen. Die zitten dan ook in hun stramien. Oh, vandaag deel ik de kaarten uit. Ik zeg, nou, laat het nou eens een keer gaan, joh. Nee, iedereen blijft in zijn vak. En als je dan weer oude maatjes tegenkomt, ja, dan ga je herinneringen ophalen. En die zijn vaak mooier dan de realiteit van destijds. Wij zijn van RTV Rijnmond. Wij volgen Feyenoord. Aad de Mos heeft bijvoorbeeld vandaag gezegd van Feyenoord zie ik misschien nu wel als de grootste outsider om kampioen te worden. Hoe denkt u daarover? Ja, ik ben gelukkig net terug en ik ga het weer volgen in Nederland. Ik weet het niet. Het is wel zo dat er geen echt dominant team is. Ik heb zaterdag PSV gezien. Nou, dat is mooi. Die hebben een mooie omwenteling gemaakt met jonge spelers. Zoals Feyenoord een paar jaar geleden al gedaan heeft. Ajax is ook niet stabiel. Dus ja, dat is niet echt een team wat de grote persoonlijkheden heeft om te zeggen van in een moeilijke periode loods ik jullie erdoor. En dus worden we kampioen. Dus wat dat betreft dan, en dan moet ook Feyenoord, de grote club, die moet toch ook mee op de deur slaan. Ja, nu durft Feyenoord dat zelf niet uit te spreken. Ze hebben hun doelstelling geformuleerd, de eerste vier. Ja. Nu zegt bijvoorbeeld Robert Eenhoorn, ja, in mijn sport kan dat niet. Nee, dat klopt. Ik vind ook, en uiteindelijk is er maar één dan kampioen. Maar je kan niet van tevoren je één gaan dekken. Je moet gewoon, ook voor de jongens, je moet ze niet te gauw een vlucht weggeven. Je moet ze niet te gauw een excuus geven. Laat ze daarmee omgaan. Ook die jonge jongens, laat ze daarmee omgaan. Dat ze voelen van de buitenwereld. Van, wij moeten. En dan is het aan hun en de mensen die hun begeleiden hoe ze daarmee omgaan. En als ze daar doorheen komen, ja, dan worden ze weer een betere speler. Feyenoord haalt mogelijk nog één speler. En dat is een speler waar u ook vaak mee heeft gewerkt. Otman Bakal. Oké. Ja, daar heb ik mee gewerkt inderdaad. In de jeugd. En daarna heb ik hem in Moskou ontmoet, maar hij heeft daar niet gespeeld. Dat was toch een stapje te veel voor hem. Dat was niet makkelijk. Maar dan is het goed als hij weer aan het spelen gaat, ja.